Sil de Strandjutter. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin, in de bewerking van Margreet Bruin en geregisseerd door Wim Paul. Vandaag hoort u het vierde deel. Wietse begint te twijfelen. We zijn hier te bed naartoe gewaaid. Hoe gauw de deur dicht. Komt Wietse niet binnen? Die verzorgt de paarden. Hij stuurt zijn natte taal maar vast naar binnen. Jongen, wat zie je eruit? Ja, wat wou je? Ja, doe gauw die natte spullen uit en dan bij de kachel. Je lijkt wel een verdronken kat. Ja, wijf, je kunt de zee niet in zonder natte worden. Je droge goed hangt al bij de kachel. Ik zal hem nog even opporen. Zo, dat is één. Mooi zo. En dat is twee. Dat jij nooit ziek wordt. Een ander had vast al eens een longontsteking opgelopen in jouw geval. Ach, dat is een kwestie van harde. Gewoon harde. Waar is mijn borstrok? Nou, daar toch, man, over de stoel. Ja, mooi. Ah, zo, dat is lekker warm. Nou ja, Jaak, ik zeg maar zo, daar moet je allemaal tegen kunnen. Hè? Je bent jutter of je bent het niet. Ik zal het salie in je melk doen. Dat is goed tegen de kou. Hoeveelste schip was dit nou? Van deze herfst bedoel je? Mm-hmm. Het 17e jaar. 17 schepen voor Skilke vastgelopen in één najaar. Jongen, maar toch niet allemaal hier, omhoog? Dat niet, maar wel meer dan de helft, zeker. En Jaak, we waren de boot van de reddingscommissie weer te vlug af. Hè? Net of het daarom gaat. Ja, de vorige keer ook al. Ties van Kunnen en ik en de helpers vanzelf waren al bij het wrak, nog voor de boot van de reddingscommissie in zee lag. En kwaad dat die schipper was. Kwaad. Oh, ja, ook een kunst voor Ties. Zijn boot ligt in de zeeduinen en die van de reddingscommissie helemaal bij Oosterend. Een half uur van het strand. Nou, dan hadden ze die loods maar dichter bij zee moeten bouwen. Maar Ties vindt het al lang goed en ik ook. Tja, waarom zou een ander de bergingspremie gunnen als we hem zelf kunnen verdienen? Net of het daarom alleen gaat. Hm? Nou, hier, is je melk. Daarom alleen? Om de premie? Vanzelf niet, Jaak. We kunnen de mannen toch zeker niet voor onze ogen laten verzuipen omdat de reddingboot zo lang werk heeft, dat weet je ook wel. Vanzelf niet. Maar als wij er de moeite voor doen, ons leven wagen, dan mogen we er toch zeker ook van mee profiteren als er wat te halen valt. Ja. En deze keer, Jaak, deze keer hebben we een gouden koets binnengehaald. En daar valt meer dan een gouden spijker van aan voor. Ook voor jou, meid. Zul je nog wel merken? Wel ja, was anders niet nodig. Maar het had een haar gescheeld, een haar zeg ik, of die smerige schipper van de reddingscommissie had de kapitein gewoon voor onze neus weggekaapt. De kapitein weggekaapt? Net zo, als een rover, een zeerover, Jaak. Huh? Als ik daar nog aan denk. En van Ties hoorde ik dat Wietse het nog voor zijn taar opnam ook. Hoezo dan? Ties had de kapitein meer dood dan levend nog net uit het wrak weten te halen. Hij stond al klaar om hem mee naar zijn huis te nemen. Want je weet, wie de kapitein heeft recht op de premie. Ja, ja. Nou, ik was erbij, op de Grauwe en Wietse vanzelf, ook op Piet, toen de schipper van de reddingscommissie kwam aangelopen. U hoort schiet! Hoi, mannen. Oh, ben jij er al, Ties? Jij ook, Sil? Al wat van het schip gezien? Dat zou ik denken, schipper. Dat scheep niet gezien, scheep niet weg, schipper. We hebben het zaakje nog zoveel mogelijk zien te redden. Te redden? Dat is jullie werk niet, Sil. Daar zijn wij voor. Om de lijken te bergen dan zeker. We waren nog maar net op tijd, schipper. Anders waren er 15 man verzopen. 15 man en de kapitein. Waar is de kapitein? Hier toch, schipper. Voor op mijn hors. Buiten bewustzijn. Ik breng hem maar gauw naar moeder de vrouw. Warm bed en een warme slok. Dat doe je niet. Ik zorg voor de kapitein Ties. Had je eerder moeten wezen, man. Hé, hey, opzij een beetje. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Opzij, zeg ik. Ben je gek, man? Om te vechten om een kapitein die meer dood dan levend is. Leg jij alle pakken, schipper. Doe maar gauw, hè. Geef mij die kapitein Ties. Ja. Zo. Schurken! Schurken zijn jullie! Ja, ja. Pas op daar. I am still. Ja, laat maar los, Ties. Word, vrouwen, word. Volgende keer vroeger opstaan, schippertje. Ik bezorg je de kapitein thuis, Ties. Ik kom zo gauw mogelijk achter Jan. En ik ook, vuile jutter. Dat doe je niet, kringige schimmer. Au! Je kleine kefhond. Durf je me te schoppen?
hoef niet te vragen van wie jij er een bent. Hier, heb je er een. En jij ook nog een. Au! Ik laat het taal niet uitschelden. Ja, nou is er genoeg iets. Kom mee. Laat hem maar schelden. Veel beters kan hij toch niet. Ta is geen vuile jutter. De schipper doet net of Ta een dief is of een moordenaar. Zo kregen we de kapitein toch nog mooi bij Ties binnen. Zijn vrouw stopte hem gauw onder de wol en ik... Och, jongen. Ik stelde hem op voor de deur als een waakhond. Ja, als een waakhond, ja. Het blaffen mankeerde er alleen nog maar aan. En geloof maar dat ik de schipper te pakken had genomen als hij nog eens had geprobeerd om de kapitein te kapen. Ach, wijf, wat kijk je weer zorgelijk. Je zegt zo helemaal niks. Oh, jij zegt zoveel te meer. Toen drink je melk op, nou is die nog warm. Je bent het er zeker weer niet mee eens, hè? Ja, dat heb je bij beschermer ook. Je hebt de paarden zeker meteen wat voer gegeven. Ja, Ta, dat hadden ze wel verdiend. Kom maar gauw bij de warmte fietsen. Of nee, doe eerst die sokken uit, jongens. Ze zullen wel nat zijn. Ja, Mim. Een paar drogen liggen al op die stoel daar. Je wil zeker ook wel warme saliemelk. Graag, Mim. Je hebt je netjes gehouden, jong. Ta is trots op je. Je had die schipper van mij ook nog wel een schop mogen geven. Zilkoff, deer het jong liever dat hij zijn andere wang toe moet keren. Wel ja, toe maar. De schipper schold uit voor vuile jutter. Nou, nee, dat moet ook niet. Maar als Ta een vuile jutter is, is de schipper het zelf ook. Net zo. En de burgemeester en de standvoogd en iedereen. Je bent een oplichter, Jelle. Durf dat nog eens te zeggen. Oplichter? Appels en fietsen! Wat is gemeen, Jelle? Ik ben hier achteraan te vallen. Ja! Ik zal je leren. Oplichter! Wat komt daar? Denk je wel? Wat is er van me? Jelle, fietsen! Zo, is het weer zover? Op, ik hou aan jullie. Fietsen zeg! Jelle is... Zo. Is het nou uit? Oorvijg hebben jullie allebei verdiend. Altijd dat vechten. Oh, fietsen. Je neus bloedt. Hier is mijn zakdoek. Ach, je hebt je broer weer mooi toegetakeld. Moet je me maar niet voor oplichter uitschelden. Dat ben je ook. Ja, Ta. Het is niet helemaal eerlijk wat Jelle doet. Niet eerlijk? Zaken zijn zaken. Ik krijg liever 5 cent voor een dode rat dan 3. Als het polderbesturen te weten komt, ben je erbij. Ja, dan is het je eigen schuld, Jelle. Nou, wat is dat nou toch allemaal? Waar gaat het over? Jelle levert de staten van de ratten die hij gevangen heeft bij het polderbestuur van Horen in voor 3 centen. Ja. Wat hij gelijk heeft, dat staat ervoor. Ja, zie je wel? Ja, maar de koppen geeft hij aan een jongen uit Formerum. Die krijgt er daar ook 3 centen voor. Ja, en daarvan krijg ik er weer 2. En ik lever zijn staten weer hierin. Jij bent een slim ventje, hè? Ook voor 3 centen. 2 centen voor mijn maat en 1 cent voor mij. Ja, die is goed. Jij bent met er een, hoor. Ja, zaken zijn zaken, hè, Ta? Maar het is oplichterij. Nou, stil dan maar, Wietse. Kom maar mee. Dan zal ik je gezicht schoonwassen bij de pomp. Net zo. Maar je hoeft je broer niet af te tuigen. Ja. Moet hij maar niet schelden. Het is oneerlijk. Ach, ik had beter niets kunnen zeggen. Jelle, laat het er toch niet om. Ja, hier. Ja, zo. Zo. Je bent weer schoon. Hier is je zakdoek terug. Wat ga jij nou doen? Nou, meester, een nieuw boekje over vreemde landen halen. Oh, leuk. Kunnen we dat samen ook weer lezen? Oh, ga je mee? Ja, dan loop ik meteen Jelle en Tani voor de voeten. Ja. Je doet of je nooit buiten komt. Nou ja, alleen om te werken. Mim en ik zijn meest binnen bezig. Er is zoveel te doen. Ja, vanzelf. En jullie zijn dan snel toch weg tegenwoordig. Tja, als er een schip strandt of er ligt van alles op het strand, dan moeten wij er wel op af, hè? Ja. Anders pikt een ander het voor onze neus weg. Nou, en dan gaat Ta te kijken. Zeg, Lopke. Ja, wat is er? Wietse, je kijkt opeens zo streng. Als er wat uit de zee aanspoelt, hè? Ja. Voor wie is het dan? Heb je wat gevonden? Iets moois? Wel, nee, niks. Nou, mannen, waarom vraag je het dan? Zomaar. Gekke. Alles wat je op het strand vindt is toch zeker voor jou? Voor de vinden? Ta vindt altijd heel veel. Nou. Je hebt wel wat gevonden, hè? Nee, echt niet. Wel eens. Maar je wilt het niet zeggen. Aan jou niet? Vertel je toch altijd alles? Nou, wat is het dan? Ach, doe er niet zo flauw, Wietse. Ik heb niks gevonden, Lopke, echt niet. Wat jammer. Maar als ik eens iets vind, hè? Iets heel moois. Bloedkoralen of zo. Bloedkoralen? Oh. Dan zijn ze voor jou. Wat fijn.
steenwietsen. Echte bloedkoralen. Dan draag ik ze alleen op zondag. Bij mijn zondagse jak. Wat een storm, hè, Wietsen? Ik krijg allemaal sneeuw in mijn ogen. Waar zijn we nou? Bij paal 16. Kijk maar. Ha, dat staal ons zo is zacht. Hij heeft er lekker niks van gemerkt. Ik hoorde hem snurken. Hij zal nog tekeer gaan. Ja, kan u Mim helpen? Met melken. Ha, dacht je dat hij thuis bleef met zo'n storm? Nou, we kunnen hem anders missen. Als kiespijn. Daar baast altijd al erg. Zeg, kijk daar eens. Waar? Daar bij paal 16. Een hele sneeuwberg. Jonge. Er zit vast wat onder. Zie je wel? Houd er omheen. Help eens even. Eerste sneeuwtrap. Het lijkt wel een kist, Jelle. Niks hoor. Het is een pad. Voel maar. Het is hier vol. Zou er wat in zitten? Vast wel. Er is ook geen verfrikken aan. Misschien zit er wel bier in. Kijk eens, een stuk papier, een etiket. Hier, letters. Een V. En een I. Het is een wijnvat, Jelle. Dacht je? Vast en zeker. Jongen, heb je even een fijne neus gehad? Maar goed dat je met je broertje bent meegegaan, hè? Hoeveel liter zou erin zitten? Ah, misschien wel 100. Vast wel 200. Dat zal het opbrengen, mensen. Daar zal iets in schik zijn. Ja, maar hij zal wel mopperen dat hij het niet gevonden heeft. Hoe? Hij mag blij wezen dat wij er zoveel bij waren. Zeg, er konden best nog meer vaten liggen. Zullen we even verderop gaan kijken? En dit vat dan? Tja, daar moeten we bij blijven. Anders pikt een ander het. Als we het eerst maar achter de duinen hebben, Jelle. Dat krijgen we alleen niet gedaan. Er is geen verflikken aan. Maar staan nu toch maar. Met z'n drieën redden we het wel. Zullen we het daar halen? Huh? Eén van ons tweeën toch zeker? Eén moet er hier blijven. Zal ik gaan? Mijn best. Jij loopt harder dan ik. Maar ga dan meteen, hè? Misschien kom ik daar wel in de duinen tegen. Ja, daar ruikt altijd als er wat te halen valt. Maar deze keer rook ik het eerst. Met niemand over kletsen, hoor. Vanzelf niet. Oh, een heel vat wijn. Wat zal daar opkijken? Zo. Nou, eerst maar eens een nieuw plekje zoeken. Met mijn rug tegen het vat. Ik zal een holletje in de sneeuw graven. Net als de Eskimo's. Jonge, een heel vat wijn. Een fles is al niet te betalen voor een gewoon mens. Ah, de burgemeester wel, voor de notaris. Maar zouden ze een heel vat tegelijk kopen? Anders het hotel in West wel. Daar verkoopt ze zelf per fles. 50 cent voor een fles. Zouden er wel 100 flessen in zitten? Of 200? Oh, 200 keer 50 cent. Dat wordt 100 gulden. Allemaal voor daar. Voor daar in ons. Want het is onze wijn. Ja. Of niet soms. Van wie is het van anders? De zee spoelt het aan. Wij hebben het gevonden. Dus is het van ons? Waarom moet de strandvonderij er dan wat van hebben? En de burgemeester? Zij doen er niks voor. Wij doen het werk. Als ik de burgemeester was, dan zou ik... Dan zei ik... Ik kan taal bij de zeeduinen tegen. Hij loopt erbij. Zo, schattenwaarde. Goeie vangst, hè, Ta? Zullen we hopen. Het is vol, hè, Ta? Het lijkt wel zo. Nou, daar staan mooie graanventjes.
Die zullen dan eerst eens met z'n drieën achter de ruiten in veiligheid brengen. Ja, dat zei ik ook al tegen Jelle. Anders pikt een ander hem in. Maar er kunnen er best meer zijn aangespoeld, hè? Net zo. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Vooruit, maar ventjes. Daar is best tevreden over jullie. En dan valt voor jullie ook nog wel wat af. Leve de storm! Kerel, wat is er met jou? Mijn wijn, Tjalf. Een heel vat wijn. Wijn? Waar heb je het over? Weet jij er niks van, Tjalf? Ik vermoord je als jij... Doe maar. Als jij het vat hebt gepikt, zeg het dan liever meteen. Maar dat zou een vuile streek zijn, Tjalf. Waar heb je het over? Vuile streek? Ik vermoord je? Mooie taal, moet ik zeggen. Het moest jou maar eens overkomen dat ze je een heel vat wijn ontstelen. Wat zeg je me nou? Een heel vat wijn gestolen? Ja, een heel vat wijn. De jongens hadden het gevonden bij paal 16. Wietse bewaakte het tot ik erbij kwam. We hebben het met veel moeite achter het duin gesleept. We gaan het strand op om te kijken of er nog meer vaten waren. We komen terug en weg is het vat. Gestolen. Zomaar weg. Gestolen. Net zo. Gestolen van achter het duin. Dat is erg, Sil. Achter het duin moet de boel veilig wezen. Komt er anders van het jutte terecht. Dus jij weet er niks van? Ja, wat dacht je? Dat ik iets van achter de duinen zou wegpikken? Dat doe jij toch ook niet? Je moest me beter kennen. Nou dan. Je bent toch zeker geen dief? Maar wie dan wel? Ik zal erachter komen. Vooruit, jongen, eerst op huis aan. Als ik hem in mijn vingers krijg, vermoord ik hem. Net zo, ta. Voort, Hors. Voort. Ach, en we hebben zo'n toer gehad om het vat bij het duin op te krijgen. Zo, buurman. Weer een mooie buit binnen met die storm? Dat dachten we eerst wel, Anne. Maar we zijn bestolen. Een heel vat wijn hebben ze weggepikt, Anne. Jelle en ik hadden het gevonden. Een vuile streek, hè, Anne? Een heel vat wijn? Jawel. Als ik de dief te pakken krijg, zal hij ervan lusten. Van die wijn? Zil? Ah ja, maak er maar een grapje van. De jongens hadden het gevonden. We sleepten het onder vat... Onder de sneeuw, vlak bij de zee. Achter het duin. En toen we het later op wilden halen, was het weg. Gejat, Anne. Gewoon gejat. Hoe kan dat nou weer aan, hè? Zo'n groot vat. Jongen, een heel vat wijn. Wat een smeerlap, die schobbejak. Wijn is een goede drank, met mate gebruikt. Maar schelden is nooit goed, ook niet met mate. Oh, je kan wel horen dat het jouw vat niet is. Het jouwe soms wel. Vanzelf, ik had het de duin opgesleept met de jongens. En daarvoor? Daarvoor? Jelle en ik hadden het gevonden, Anne, dat zei ik toch al. Luister eens, buurman. Ja, wat heb je nou weer, Anne? Wij zijn beste boeren, allemaal... Maar nog beter jutters. Wat we vinden is van ons. Net zo? Dat denken we tenminste. Nou, is dat soms niet zo? Nou? Nou, rustig, Sil. Word nou niet meteen kwaad, vaatje, buskruid. Jij bent niks minder dan allemaal. Die ander is minder. Die het vat uit de duinstal. Net zo. Maar niemand oogst ongestraft wat hij niet zelf gezaaid hebt, Sil. Vergeet dat niet. Niemand oogst ongestraft... Anne, ben je nou helemaal? Nee, Anne is niet helemaal. Helemaal niet. Maar was jij van plan, Sil van Pijt, om dat vat wijn naar de strandvonderij te brengen? Nou? Ja, vind je ben niet wijs? En geloof jij soms dat onze lieve heer al dat strandgoed voor ons welgevallen stuurt? Vent, loop naar de maan met je gefemel. Ik kan er niet langer aan luisteren. Oh, Ta, dat mag Ta toch niet allemaal tegen Anne zeggen? Ah, laat mij dat maar even doen, Lopke. Oh, Wietse, ben jij het? Ik had je helemaal niet gehoord. Je was ook al zo druk bezig op de vroege morgen. Ik wou gauw even de kachel aanmaken voor Mim. Ze slaapt nog. Ze is al zo moe. Ik dacht dat je mee was gegaan met Jelle en Ta. Was het Inke Hek niet die kwam waarschuwen? Ja, hij kwam van Ties. Er schijnen een heleboel vaten wijn aan te spoelen. Tot op de bosplaat. Oh, wat een bot, Wietse. Krijgen jullie je vat weer terug? Mocht jij niet mee? Ik wou niet. Ta was woedend. Ik wou niet? Maar je bent toch niet ziek, Wietse? Nou, ik niet hoor. Waarom ging je dan niet mee?
Ane India zegt dat niemand ongestraft oogst wat hij zelf niet gezaaid heeft. Oh, was dat nou voor gek? Dat is helemaal niet gek. Ane heeft gelijk. Hij bedoelt dat Jutte eigenlijk een soort stelen is. Een soort stelen? Ach, dat jokje. Dat heeft Ane niet gezegd. Dat zei hij wel. Jutters doen een beetje gemeen. En al die mensen dan, die daar gered heeft? Wel 50, zegt Mim. Hij heeft er nog niet eens een medaille voor gekregen. Ja, dat is wat anders. Daar heeft mij toch ook gered? Ane kan het niet gezegd hebben. Nou ja, Ane wou niet zeggen dat daar gemeen is. Zie ik nou wel? Maar hij bedoelt dat Jutte niet goed is. Ha, niet goed. Ze doen het immers allemaal. Met die bloedkoralen wordt het ook niks. Was toch ook maar een grapje. Nee. Die vind je toch nooit. En als ik ze vind, dan breng ik ze naar de strandvoogd. Ach, malle. Die heeft er nog minder recht op dan jij. En toch breng ik ze naar de strandvoogd. Ane India heeft geloof ik gelijk. U hebt geluisterd naar het vierde deel van Sil de Strandjutter. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin, bewerkt door Margreet Bruin. De medespelenden waren Sil Droeviger, Paul van der Lek. Jaakje Droeviger, Eva Janssen. Jelle, Kees van Ooyen. Wietse, Hans Karsenbarg. Lopke, Corrie van der Linden. Ane India, Johan de Sla. Ties van Kunne, Tony Folletta. Schipper van de reddingsboot, Rudy West, en Tjalf Smit, Han König. De regie had Wim Pauw.